Wat als het tussen de lakens gewoon slecht is? Oh mijn god, dat klinkt zo smerig. Maar hij zei, ik heb het echt nog nooit gezien dat het zo duidelijk zichtbaar was. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is het best wel een grappige video. Ik vroeg aan jullie een tijdje geleden op Instagram wat de vragen zijn die jullie liever niet stellen. En niet per se aan mij, maar in het algemeen. Maar er kwamen best wel wat vragen die jullie ook liever niet aan mij stellen. Gewoon van die ongemakkelijke vragen. En ik wist niet zeker of ik er wat mee ging doen. Maar tada, daar zijn we dan vandaag. En vandaag ga ik dus of antwoord geven op die vragen. Of ik ga zeg maar een soort van mijn tips geven hoe je zoiets het beste zou kunnen vragen. En het wordt gewoon een hele gezellige kletsvideo. Hier achter mij hebben we lieftallige Sanny, mijn huisgenootje. En ze is me altijd aan het judgen. En nu denkt ze, mens, ik was lekker aan het slapen. Kan je alsjeblieft niet wegwezen? Dus ik ben benieuwd hoe lang ze hier blijft liggen. Anyways, heb je zin in deze video? Doe dan alvast je duimpje omhoog. En abonneer ook even op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel gaan beginnen. Zijn ze nu al klaar mee? Ze denkt, yo, ik ben weg. Dag! En de eerste vraag is, wat is het hele ding met cranberry sap of ananassap drinken? LOL. Wow, ik zei dat echt LOL. Nou, dat ding met cranberry sap. En ik weet niet of ananassap ook ermee te maken heeft. Maar meiden die vaak last hebben van hun, hoe heet dat? Blaasontsteking. Cranberry sap die kan daarvoor helpen door de zuurtjes die erin zitten. En misschien is dat met ananassap hetzelfde. Ze zeggen ook dat jongens juist ananas en dat soort vruchten zouden moeten eten. Zodat hun dingetje beter smaakt. Ik weet niet of dat echt zo is. Trouwens niet de ding, maar wat eruit komt. Dus ja, ik heb geen idee of dat werkt, ja of nee. Maar ik heb in ieder geval al heel veel positieve verhalen over cranberries gehoord. Van meiden die dus last hadden van hun blaas. En dat helpt er dus bij. Oké, heel veel vragen over Down Under. En hoe je daar beneden allemaal zou kunnen verzorgen. En dus ook, hoe moet je je schaamhaar scheren? Nou, dit is, zeg maar, net als met elke video. Ik spreek vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben geen deskundige, niks niet. Ik geef gewoon mijn eigen persoonlijke tips. En wat ik dus met schaamhaar heb, is, ik scheer het niet graag tegen haarrichting in. Want dat kan er ook voor zorgen dat je haartjes gaan ingroeien of gaan ontsteken. Of dat je rode bultjes krijgt. Dus ik scheer het liefst met de haren mee. Dat betekent wel dat je het niet super, 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 uber glad krijgt. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar met mijn schaamhaar is het zo. Ik kan het echt super glad hebben. En 5 minuten later heb ik alweer stoppels. Dus voor mij hoeft het ook allemaal niet zo super glad. Dus ik scheer het gewoon lekker met de haren mee. En ik kan me voorstellen dat meiden ook bang zijn om zichzelf ergens open te snijden. Wat super logisch is trouwens. Want ik ben er ook altijd bang voor. En bij de plekken waarbij het echt heel erg dichtbij komt. Bij de gevarenzone wat ik eventueel zou kunnen opensnijden. Oh mijn god, dat klinkt zo smerig. Maar dan hou ik het gewoon goed vast. En dan bescherm ik het als het ware met mijn hand. Zodat ik dat in ieder geval niet open haal. Ja, ik hoop dat dat een beetje duidelijk klonk. Wat als het tussen de lakens gewoon slecht is? Oké, jongens, daar ga ik weer. Ik heb dit echt 100.000 miljoen keer herhaald op deze. Wow, Zenny schrok zo erg. Maar goed, dit is iets wat ik echt 1 miljoen keer heb herhaald. Communicatie is de key. Met alles is dat zo. Ik weet natuurlijk niet wat slecht volgens jou is. Of wat je beter zou vinden. Maar het helpt echt om met je partner daarover te hebben. Het kan natuurlijk heel erg ongemakkelijk zijn. Maar het is nog veel ongemakkelijker, denk ik, als het elke keer maar super slecht is. Snap je wat ik bedoel? Dus om aan te geven dat je dit of dit of dit niet fijn vindt. En dit beter vindt, zou het gewoon echt een heleboel helpen. Het is sowieso beter voor jouw partner als je dat zegt. En ook beter voor jezelf. Hoe ongemakkelijk het ook is, ik vind het zelf ook super ongemakkelijk. Ik kies er dan ook van die intieme momenten vooruit. Niet zeg maar heel erg willekeurig tijdens het koken of zo. Tenminste, dat kan natuurlijk. Hè. Het ligt echt aan je situatie waar je in zit. Maar ik kies het liefst wat intiemere momenten ervoor uit. Omdat het net even wat minder bot overkomt of zo ook. En dan ben je toch al allebei een beetje in de moed. En dan praat het gewoon wat makkelijker daarover. Volgende vraag is, mijn eerste zoen was een hel. Wordt het wel beter of lag het aan mij? Het ligt sowieso niet aan jou, want je bent met z'n tweeën bezig. Dus het is 50-50. En het wordt inderdaad beter. Kijk,
het ding is met eerste keer zoenen of eerste keer dit of weet ik veel, eerste keer skiën zelfs, eerste keer is gewoon nooit chill. Want je weet niet wat je kunt verwachten, je weet gewoon niet hoe het allemaal gaat. En de keren daarna weet je het wel en dan is het natuurlijk veel makkelijker en ben je er wel wat beter op voorbereid om het zo maar te zeggen. Dus nee, het ligt zeker niet alleen aan jou. Het ligt ook echt wel aan de eerste keer, want je weet gewoon niet wat je kunt verwachten. Een andere vraag is waarom iemand een relatie aanhoudt terwijl die niet gelukkig is. En ik kan me voorstellen dat je dit soort vragen ook wel eens aan je vrienden zou willen stellen. Als je van een afstandje kijkt en bijvoorbeeld ziet dat iemand met iemand dus niet gelukkig is. Of je denkt dat te zien, want je weet dat natuurlijk nooit. Je weet niet wat er achter gesloten deuren gebeurt. Misschien zijn ze wel echt uber happy. Maar komen ze niet zo happy over bij andere mensen in de buurt. Of misschien vertellen ze jou privé dingen waardoor jij denkt, oh, diegene is er niet gelukkig mee. Maar dat is natuurlijk iets persoonlijks. Iemand die kan het alleen voor zichzelf bepalen. Ik denk dat het ook een dingetje is met relaties. Het is op een gegeven moment makkelijker om erin te blijven dan om eruit te stappen. Dus ik denk dat ook heel veel mensen die keuze niet echt durven te maken, zeg maar. Dus dat zou het ook kunnen zijn. Maar natuurlijk, dit soort dingen, dat is echt zo super persoonlijk. Want zoals ik al zei, je kan denken dat iemand ongelukkig is met een relatie. Maar achteraf kan het blijken dat iemand juist heel erg gelukkig is in de relatie. Dus ja, je weet het gewoon nooit. Dit is natuurlijk echt zo'n vraag die je heel voorzichtig moet aanpakken. Want het kan heel snel in verkeerde keel gaan schieten. Wat ik echt heel erg goed begrijp. Dus ik zou eigenlijk alleen dit soort vragen stellen aan mensen die echt super dicht bij je staan. Zodat je niet als zo'n vet vervelend, ongevraagd, adviesgevend iemand overkomt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat je echt oprechte gesprekken over dit soort dingen alleen met mensen kunt voeren die echt heel erg dicht bij je staan. Oh my god. Ik heb zweetvlekken. Ew. Maar het is ook helemaal bruin geworden. Van mezelf bruiner. Ik ben echt uber bruin, maar is mezelf bruiner. En dan weer natuurlijk een vraag over Down Under. En de vraag is, hoe verzorg je je het beste daar Down Under? En ik kan het niet vaak genoeg herhalen, of heb ik dat überhaupt gezegd? Maar je kunt het beste gewoon water gebruiken. Geen zeepjes, ook niet dingen die daar speciaal voor bedoeld zijn. Water is allerbeste. Kan het zijn dat je aan het begin van je tampon aanbrengen het wel voelt zitten en later hem dus niet meer voelt? En ja, dat kan, want hij kan natuurlijk wat dieper ingeschoven zijn. Het is zelfs zo dat als je je tampon voelt zitten, dat je hem eigenlijk er dieper in zou moeten drukken. Want het is eigenlijk niet de bedoeling dat je je tampon voelt zitten. Duw hem ook niet te dieper in, want hij moet er natuurlijk ook wel weer een keer uit. Dat lijkt me ook wel handig. Maar ja, het kan zijn dat je hem in het begin wel voelt zitten, maar dat je door het lopen en bewegen, dat hij door beweging zeg maar verder omhoog gaat. En dan voel je hem dus niet meer. Ben ik de enige die het raar vindt dat een gynaecoloog meestal een man is? Oh, ik vind dit soort vragen, ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt leuke vragen. Met andere Q&A's of assumptions of weet ik veel, komen dit soort vragen niet voorbij. Ik vond het in het begin ook heel erg raar, want ja, eerlijk is eerlijk. Ik ga wel het liefst naar een vrouwelijk gynaecoloog. Maar ja, mannen die kunnen het gewoon net zo goed. Ze studeren er net zo goed voor. Maar ja, ik snap dat wel. Ik vond dat ook raar. Ik ben trouwens nooit bij een mannelijke gynaecoloog geweest. Ik zou ook niet weten hoe dat zou zijn. Dat soort dingen doe ik wel echt het liefst bij vrouwen. En ik vraag me echt af waarom. Want mannen die studeren er inderdaad ook voor. Dat is echt precies wat ik net zei. Mannen zouden dat ook gewoon kunnen doen. En ze doen dat ook natuurlijk. Ja, dat is echt een goede vraag. Zou ik naar een mannelijke gynaecoloog gaan? Zouden jullie dat doen? Zijn jullie daar wel eens geweest? Hoe beviel dat? Laat even weten bij de comments. Ik denk dat het echt heel erg interessant is. Het is niet per se dat ik het raar vind dat er zoveel mannelijke gynaecologen zijn. Maar het zou gewoon handiger zijn als het voornamelijk vrouwen zouden zijn. Op een of andere manier is het toch een beetje ongemakkelijk. Na hoe lang relaties zou jij het oké vinden om het te doen als je nog maagd zou zijn? Nou, met diegene met wie ik zeg maar mijn maagdelijkheid verloor. Was ik niet eens in een officiële relatie? Tee! Weet niet, het ligt er echt aan hoe oud je bent, denk ik. Ik weet wel dat het vroeger echt wel een dingetje was met dat er soort van regels waren bij mij op de middelbare school. Zo van, ja, pas na zo en zoveel weken of maanden is het oké om met iemand naar bed te gaan. En ik vind dat nu persoonlijk, als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, wat is dat nou weer voor onzin? Maar op zich, op die leeftijd begrijp ik het wel dat je het niet
zo snel wilt doen. En dat je het liefst wel echt in een relatie zit. Maar als je wat ouder wordt, dan gebeuren dat soort dingen nou eenmaal sneller. Ik weet ook niet hoe dat kan. Het gebeurt gewoon. Mensen denken, wij zijn ouder geworden. Leven is al zo kort. Waarom zouden we wachten? Ja, geen idee. Maar wanneer zou ik het oké vinden? Ik weet wel dat ik wel echt zo'n dingetje had vroeger met... Nou, ik wil tenminste 6 weken verkering hebben of zo. Maar ja, zoals ik al zei, met diegene met wie ik het eerst heb gedaan, daar was ik niet eens in een relatie mee. Maar ik kende hem al wel heel lang op zich. Nou ja, heel lang, wat is heel erg lang. Maar ik kende hem al wel best wel een paar maanden, bijna een jaar. En we hadden ook heel veel contact. Dus het was niet zo dat het een of andere vreemde was. Dus dat... Ja, ik vond het wel belangrijk. Maar er is denk ik daar helemaal geen ene regel voor. Maar ja, sommige mensen die hebben gewoon voorkeur aan langer wachten. En andere mensen maakt het gewoon niet uit. En het maakt ook uiteindelijk niet uit. Het gaat erom wat jij prettig vindt en wat jij fijn vindt. En waar je je goed bij voelt. Dat zou ik gewoon aanhouden. Voor de rest zijn er geen regels. Op dit moment heb ik ongelijke borsten. Komt het nog goed later? Ik schaam me ervoor. Vriendin, je hoeft je nergens voor te schamen. Want heel erg veel vrouwen hebben dat. Ik heb dat zelf ook gehad. Heel erg lang. Want toen ik deze vraag las, toen dacht ik ineens... Oh ja, wacht eens even. Ik heb dat ook. En toen ging ik even naar mezelf kijken. En volgens mij is het bij mij een soort van bijgetrokken. Ik moet zeggen, mijn borsten zijn over de jaren heen extreem vaak veranderd. Want ja, door de pil waren ze wat groter geworden. Toen zijn ze wat kleiner geworden. Toen ben ik wat afgevallen. Toen zijn ze nog kleiner geworden. Totdat ze nu bijna niet meer bestaan. Dus bij mij valt het gewoon niet meer op. Terwijl het vroeger echt wel heel duidelijk was. Dus misschien is het wel een dingetje waar je overheen groeit. Maar dat weet ik dus niet. Bij mij is het in ieder geval wel gebeurd. Maar... Zoveel vrouwen hebben dat. Dat is echt niks om je voor te schamen. Trouwens, om even nog de tea te spillen. Nog even wat meer. Ga ik iets vertellen daarover. Want waar ik het net over had. Over die jongen met wie ik dus het voor het eerst ging doen. En hij zei het ook gewoon tegen mij. Hij zei... Ik heb het echt nog nooit gezien dat het zo duidelijk zichtbaar was. Dat ene borst groter was dan de andere. Dus ik zeg, nou ja, bedankt. Dus ik werd super onzeker. Slaat natuurlijk nergens op. Dus dames, niet onzeker worden. En jongens die zo lullig en bot zijn, die moet je gewoon een klap verkopen. Heb ik niet gedaan? Had ik wel moeten doen. Oké, jongens, en dit was de video van vandaag. De Q&A. Het is een soort van Q&A-achtig, maar gewoon gezellig kletsen. Over allerlei vragen die wij het liefst niet stellen. Mocht je hier een deel 2 van willen, laat dan ook even weten bij de reacties. En doe natuurlijk ook even je duimpje omhoog. Als er veel duimpjes zijn, dan weet ik dat je het leuk vond. En dan kan ik een deel 2 maken. Voor nu wil ik jullie heel bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!